Een headset van €200. Hmm. Die is blijkbaar te goed, want voor mij heeft ClickMeeting wat aangepast in die settings. En het is apart dat bij een setting dan wil ik dan de microfoon aanzetten en dan krijg je zo'n pop-up, accepteren, maar die is heel snel weg. Maar goed, als het goed is zie je ook het logo van forexinfo.nl, hè? Klopt, hè? Ja. Mooi. Nou, vorige week hebben wij natuurlijk gehad over de candles, de technische analyse als basis. En vandaag gaan we het verder hebben over een aantal patronen. En daar ga ik straks mee verder. Allereerst natuurlijk van harte welkom iedereen, ook namens Jelle Peters. Dus welkom Jelle. Heel kort, ik ben Jan Robert Schut, ik ben naast crypto trader ook keynote speaker, online offline. En Jelle die heeft ook een tijd geleden een Forex voor de ambitieuze beginners gemaakt, een boek. En Jelle en ik zijn druk achter schermen bezig met het boek. En we vorderen gestaag. En ik zou iedereen zeggen, als je iets wil weten over de Forex, feel free om naar forexinfo.nl te gaan. En alles wat je wilt weten over crypto's, natuurlijk naar cryptoacademy.nl. En laten we snel van start gaan. Dat is namelijk, ik hecht eerlijk gezegd niet zo heel veel aan patronen. Aan driehoeken en vlaggen en weet ik veel wat. Maar het is misschien wel goed om te beseffen wat voor soort patronen er zijn. Het aantal patronen wat ik wel trouwens belangrijk vind, dat zijn die onderste, de reversal patterns. Ofwel de omkeerpatronen. Een hele krachtige omkeerpatroon is een head and shoulders, een hoofd-schouderpatroon. En natuurlijk double bottoms en double tops. En de eyelid reversal vind ik heel belangrijk. En daar ga ik zo wat voorbeelden over geven. En dit zijn dan driehoekspatronen. En waarom vind ik dit minder belangrijk? Omdat er veel schuine lijnen worden getrokken. En schuine lijnen vind ik zelf minder belangrijk, omdat als de tijd verstrijkt, dan wordt de schuine lijn vroeg of laat toch doorbroken. Ook al blijft de coin of de koers van een aandeel gelijk. Waar ik wel waarde aan hecht, dat zijn eigenlijk de horizontale niveaus. En eigenlijk moet je ook zo zien dat je steun- en weerstandsniveaus hebt. En als je dus ziet dat een koers, aan de linkerkant zie je bijvoorbeeld een apart grafiek met een head and shoulders. Dat wil eigenlijk zeggen dat je een linkerschouder hebt, is niks meer of minder dan een SLS. Dat je een top hebt, de markt gaat naar beneden, veert weer op, maakt een nieuwe high, dat wordt dan ook wel een hoofd genoemd. Als je dan weer terugvalt en dan weer omhoog gaat en heb je een right shoulder, een rechte schouder, kan ook een quasimodo zijn trouwens. Maar het gaat eigenlijk om het principe dat je ziet dat de markt weliswaar omhoog tendeert, maar dat de laatste top lager ligt dan de vorige top. Dus de right shoulder is lower than the head shoulder, de hoogste top, hè, dat de head is. En dat betekent eigenlijk dat de markt een beetje aan het afkabbelen is, dat je moet oppassen. En zodra dus een neckline wordt gebroken, dat kan ook een horizontaal niveau zijn natuurlijk. Dat betekent eigenlijk dat de markt rücksichtsloos naar beneden gaat. En dat komt namelijk omdat je rond steunniveaus een behoorlijke steunniveau-doorbreking hebt. En dat je dan echt hard naar beneden gaat, omdat dan het steunniveau niet meer stand houdt. Nou, andersom dus ook, als je dus een forse correctie hebt gehad, dan komt de markt tot rust. Dat is een rechte plaatje. Nou, dan zie je dus op een gegeven moment een LS. De vroege vogels die gaan aan het kopen. De markt veert wat op, maar weet dus niet echt overtuigd te stijgen, valt weer terug. Dan zie je dus een nieuwe low erin geprikt. Dus een sell-off. Nieuwe low wordt erin geprikt. En dat is dan een head, dat is een omgekeerd hoofd-schouderpatroon. De durf als die kopen echt op een low en die gaan dan op een gegeven moment eruit. Maar dan zie je dus dat de neckline wordt gevormd door een top. Dat is de rally nadat er een laagste punt is bereikt. Dan valt de markt toch weer terug, want je ziet heel vaak dat de markt in een soort negatieve flow zit. Maar dan heb je een green shoot. En die green shoot is de green shoot die is namelijk gevormd doordat je een hogere bodem hebt. En dat heet dus ook een right shoulder. Met andere woorden, het gaat even om het proces. Dat je dus ziet, hey, de markt die daalt, veert op. Daalt nog een keer, prikt een nieuwe low erin, veert op.
weer naar beneden en dan een hogere bodem. En dan inderdaad, dan heb je een necklijn aan de bovenkant dus, een weerstandslijn. En dan heb je dus een uitbraak en dan is het zo dat je heel hard naar boven kan gaan. En heel vaak is het zo, dat is namelijk dat je de koersdoelen van tevoren kan bepalen. En dat is ook meestal als dus een patroon, een hele soort patroon wordt doorbroken, hè, dat, het, dat necklijn is doorbroken. Dan kun je eigenlijk de afstand tussen het hoofd en de necklijn kun je omklappen. Dus, en dat is niet dat het af en toe voorkomt. Nee, dat komt 10 van de 10 keer voor, naar mijn idee. En hier is ook een voorbeeld, een beetje misschien een Quasimodo-grafiek is dat, maar het gaat erom dat je hier dus, hier heb je de candles, Niels, op jouw verzoek. Dat je dus eigenlijk ziet wat er eigenlijk gebeurt. Je moet namelijk kijken, wat is de kracht van de markt? Hè? Wat is de richting van de markt? Nou, als we dus heel even kijken naar, aan de linkerkant zie je dus 13 en 15. Dat is aan de horizontale as de tijd. En naar boven toe zie je dus een piek rond 97,5. En aan de rechterkant zie je de koers. Het gaat eigenlijk om dat je dus een hele impulsieve beweging omhoog ziet van 72,5 tot 97,5. Dus 25 punten erbij. Op een gegeven moment zie je dus dat de markt wat ja, aan het afkabbelen is. Je ziet lagere lows en lagere highs. Een omkeerpatroon. En op een gegeven moment zie je dus ook dat ik heb een horizontaal niveau getrokken. Dat er een doorbraak plaatsvindt. Nou, dan zie je ook een behoorlijke sell-off richting 76. Oké, misschien heeft hij in dit geval niet de koers al behaald. Maar het gaat er eigenlijk om dat als jij ziet dat er een... Dat er een sell-off plaatsvindt, een doorbraak onder de low, onder de steunniveau. En je ziet dus ook, als je heel goed kijkt, heb je naast de top, links naast de top van 97,5 heb je rond 95 een top. En aan de rechterkant van, die, van het hoofd heb je ook rond 92,5. Ja, even kijken, 95 is dan linker schouder en de rechter schouder is 92,5. Dat komt een beetje scheef. Dus dan zou je dus kunnen zeggen dat is een soort Quasimodo. En dat wil eigenlijk zeggen dat je dus niet een een heel mooi symmetrisch geheel hebt. Want een markt is gewoon niet symmetrisch. Maar het gaat eigenlijk om dat je gaat kijken naar levels in de markt. En ik kijk heel veel naar horizontals. En dat zal ik straks ook laten zien aan de hand van andere grafieken. En als je dat ziet, dat een markt omhoog veert. Ja, het is ook niet op de cent nauwkeurig, maar het is ongeveer. Maar nu zie je, als je mij vraagt, dus aan de rechterkant, kijk, links analyseren kan iedereen natuurlijk, maar aan de rechterkant, wat ga je dan doen? En als we nu dus kijken naar de 86,94 ongeveer, dat is dus de huidige koers, een tijd geleden trouwens van Monero, maar dan zie je dus dat er een rond 87 een weerstand is gevormd. Trek maar eens een horizontaal niveau erop. Nou, aan de onderkant, pak een beet 85, heb je een mooi steunniveau. Heb je ook een horizontaal niveau. En eigenlijk heb je dan een soort twee punten range. Als je aan de bovenuit breekt, dan kun je die twee punten mee opklappen. Ga je richting 90 naar 92,5. Breek je daar tegen de onderkant uit, ja, dan kun je dus twee punten naar beneden. Maar ik wil je dit even meegeven. Als je patronen ook gaat analyseren, kijk heel goed naar de head and shoulders. Dat is een hele mooie, krachtige. En dan de volgende. Reversal patterns. Dat zie je eigenlijk met gaps. En ja, gaps have to be filled, wordt ook wel flauw genoemd, maar dat is niet altijd waar. Wat een gap eigenlijk is, je ziet dus een hele mooie bullrun. En dan ga je richting de top. Zie je twee candletjes, althans twee staven. Met een gap omhoog en een gap naar beneden. En dit is heel goed. Dat is namelijk om te zien dus dat de markt omhoog gaat. Maar op een gegeven moment komt er dus een gap down. En een gap komt eigenlijk tot stand omdat de openingskoers lager ligt dan de laagste koers van gisteren. Of van vorige week. Het punt is dat bij de aandelenmarkt is het makkelijker te zien. Maar waarom kan je dat bij een crypto niet zien eigenlijk? Kan iemand daar een zinnig antwoord over geven? Want daarom heb ik ook straks een Apple-grafiek tevoorschijn getoverd.
Omdat het 24/7-markt is inderdaad, slijt nooit. Dus daarom zul je die gaps nooit zien inderdaad. Maar heel scherp inderdaad, jullie voorhandelen. Omdat de markt 24/7 is, ja, iedereen heeft gelijk. Het gaat om dat als de markt omhoog gaat en op een gegeven moment komt een aandeel, bijvoorbeeld nabeurs met cijfers, de koers die reageert slecht. De markt reageert slecht, de koers gaat naar beneden. Dan zul je ook zien dat je een behoorlijke gap down hebt. En heel vaak is het zo dat dan de aanzet hebt dat je naar beneden gaat. Futures is ook in principe ja, 24/7 markt bij Binance en bij Deribit ook. Het kan misschien zijn dat het even niet is gehandeld, maar in principe heb je daar geen gaps op. Dus heel weinig. Maar goed, aan de andere kant, als je dus een sell-off ziet en de markt die wordt naar beneden gehuggeld, dat gaat heel hard naar beneden, dan is het zo, dan... Je moet het zo zien, van Joop. Als je de rechte grafiekje ziet, dan zie je dus een daling. Wat er eigenlijk gebeurt, de vallende messenopvangers. Misschien zit er wel iemand van jullie tussen die vallende messen gaat opvangen. Die gaat bij iedere nieuwe low kopen. Je wordt op een gegeven moment op een low, ga je erin. ik zie een mooie opmerking. Dus je hebt nieuwe lows. En ik heb al vorige week gezegd dat bottomfishers en toppickers aan de coming cotton pickers. En dat klopt ook, want als je dus hier kijkt naar de grafiek, je gaat naar beneden, ga nooit naar beneden bijmiddelen. Niet SEC op één aandeel of één coin. En je ziet hier dus ook een sell-off, wat het effect is. Je koopt een coin of een aandeel, ga naar beneden, ga nog een keer naar beneden. Degene die gekocht heeft, die heeft natuurlijk verlies. En op een gegeven moment heb je dus een, weer een gap down. Dan is het zo dat degene, als je gekocht hebt en je hebt geen margin en je krijgt een margin call, je wordt eruit gerost door de broker. Of dat je zelf emotioneel slecht in de markt zit, slecht in je vel en je gaat eruit. Nou, dan zie je dus dat de markt gaat toch omhoog en dan zie je dus een klein kendeltje in de grafiek. En op een gegeven moment... Als de markt bijvoorbeeld op vrijdag sluit, een aandelenmarkt, en je gaat maandag openen, heel vaak zie je dat er interventies zijn geweest door overheden, door wie dan ook. Dan komt er een buy-out. Nou, dan zie je dus, vrijdag heb je niet meer kunnen handelen, of zaterdag, zondag niet. Maandag wel, komt een positief bericht. Nou, iedereen die eruit is gestapt op de low, die baalt natuurlijk, of die heeft een verlies, of iedereen die short heeft gezeten, die moet dan hakken. Met andere woorden, als je short zit op de low en je hebt zo'n gap up, dan is het zo dat zo'n gap een heel krachtig signaal is. En dat wil dus zeggen dat je, als je omhoog gaat en je zit short, en dan moet je dekken. En dat betekent dus als de koers zakt, het enige wat je wil doen is zo hard mogelijk en zo snel mogelijk hakken. Ik hoop dat dit een beetje een verduidelijking is van de grafiek ook, hoe je de markt meer moet lezen ook. En als ik nu even terugga of doorga naar een grafiek. Dan zie je hier dus aan de linkerkant. Als je daar dus ziet een gap up. Heel vaak zegt men wel van, gaps have to be closed. En je ziet dus aan de linkerkant een earning. Wat ik net zei in augustus. Linksonder zie je een rode E. Dat is een earning. Dat zijn de cijfers. Bij de groene bar dan sluit je bijvoorbeeld op 96. De volgende dag... Dan gier je echt door het dak, boven 100. Wat hebben we vorige week ook gezegd? 100 is een rond getal. En dan zie je dus dat de markt echt omhoog gaat. En dan boom, weer een gap-up. Iedereen die short zit en die koopt niet, die wordt gehaald op een gegeven moment. En dan zie je dus des te harder de koers omhoog gaat, des te harder het vliegwiel ook omhoog gaat. En dit zijn heel belangrijke signalen dus ook om te bekijken. Nou, als je dus een beetje in het... naar de rechts gaat schuiven, dan zie je eind 2012. Solum is al op Binance nieuws. Ik weet niet of je het weet, maar Solum is al verlandbaar tegen BTC. Dus dat is eigenlijk niks nieuws wat dat betreft. Ja, ga verder. Sterker nog, ik heb Solum in portfolio, dus daarom weet ik dat. Een ander heeft dat ook misschien. Maar als we nou naar de grafiek kijken, dan zie je dus eind december 2020, begin 2021, zie je dus ook bij Apple een soort piek rond 144.
met een beetje fantasie kun je dus zeggen dat de echte significante top rond 140 ligt eind december, of medio december. Zie je dat die markt een top neerzet, 144, de markt valt terug, gaat weer hoger. En dan zie je rond 137 en ja, weer een top, maar die is lager dan de vorige, 144. Dat betekent dat is een veegteken aan de wand, dat je een lagere top hebt. Nou, en dat is dan weer, Erik, de Quasimodo-grafiek eigenlijk. Want dan zie je dus dat die doorbraak plaatsvindt. Kijk, de neckline is niet heel lekker. Maar dan zie je dus wel dat, dat je dus, als je het heel goed ziet, eind februari, begin maart, zie je dus een break met een gap rond 133,5. Maakt karak naar beneden. En dan zie je eigenlijk dat je 15 punten naar beneden gaat, 118. 133 minus 15 is, meen ik, 118. En dan zie je dus dat de koers al ook ruimschoots is behaald naar beneden toe. En dus, met andere woorden, van let goed op die patronen. En ik vind het superleuk om dat ook in de praktijk te zien natuurlijk. En dat dat ook op geld doet. Nou, dit is eigenlijk even een prelude. Ja, vorige week, ik heb trouwens, we gaan straks door naar onze hoogtepunt natuurlijk. Ik ben over 5 minuutjes ben ik klaar. En dat is mooi dat je keek. Wie heeft keek in portfolio? Tja, niet meer zoveel. Ik heb gehad, check. Ja, degene die mij al langer volgt, en ik heb ook gratis dingen weggegeven, dus iemand die de gratis tips heeft ontvangen, die heeft waarschijnlijk op 15 die trade ontvangen, of op 10 of 12,5. De vroege vogels onder ons, die hebben ook al deze binnengekregen. De betalende leden hebben deze al gehad. Nou, dit is cake. Nog een giller is bake. Want wie bakt ze bruin? Kijk, deze hebben we ook gekocht. En ik ben even in de war met wat we nu in portfolio hebben voor die JJR-portfeuille. Die hebben we ook in staking inderdaad. Ja. Kijk, dit is ook door het dak gegierd. Daar heb ik ook nog een stuk van. Met andere woorden, dat heb ik ook toegepast op die Extend. En een PancakeSwap als protocol om te gebruiken is zeker mogelijk lastig inderdaad. Nou, ik zie wat leuke discussies. Ik ga kijken of ik het of ik mijn camera kan delen. Want, en Jelle, misschien kun je ook je camera delen. Want ik weet dus niet of die bandbreedte trekt. Maar als hij hem niet trekt, dan moet ik hem weer uitzetten. En ik zie hem heel vaak als stil leven. Maar goed, mocht er problemen zijn, dan hoor ik het graag. Nou, ik zie in ieder geval ook Barcelona-fans. Ik ben Atletico Madrid-fan trouwens. Er zijn ook coins van Atletico Madrid zichtbaar. Veranderbaar. Maar goed, het gaat even niet om. Er zijn ook fan-tokens veranderbaar. En die hebben dus ook op Chiles kun je die vinden. Of via ook Binance kun je die handelen. Dat is echt super cool. Dat hebben we ook in de JNJR-portfolio natuurlijk. Ja. En, maar goed. Ik zie ook al gelijk coins in de markt geslingerd. Zie je dat? Tje, fantastisch. Ik weet overigens niet, weet iemand van jullie waarom Beek zo omhoog is gegaan? Want ik heb geen idee eigenlijk. Ik zag hem ineens omhoog sprinten gisteren. Ik heb nog een beetje gekeken op het nieuws, maar ik kon eigenlijk niks vinden. Dus ik dacht misschien gewoon in de crowd en iemand... Wij. Omdat wij erin zitten, daarom gaat het omhoog. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Nee, maar kijk, maar het punt is dat daarom moet je ook die candles gewoon goed lezen en ook bij steun en support levels. Als je dan gaat kijken, ik heb het altijd over die ronde getallen, hè, Jelle. Als je nou ziet, hè, dat je dus als van links naar rechts gaat, net als snollebollekes, die wil ik graag trouwens die zoek ik straks op om af te sluiten. Zie je dus de marktvorming in optima forma. Die ziet een beetje flatlinen rond $1. One buck. En dan zie je omhoog een verdubbeling naar 2. Helemaal terug, zak naar 1 weer. En ik heb vorige week ook al aangegeven, kijk goed naar die ronde getallen. En dat is gewoon fantastisch, hè, hoe dat eruit ziet. Zie je dat? Ja, inderdaad. En dan zie je opeens een verdubbeling. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wat zit nog meer in het vat? Full disclosure voor de Extend portfolio hebben we ook al een deel winst genomen. Ik zit er nog voor €125 in, volgens mij. Dus dat gaat lekker. Dat laten we gewoon lekker lopen.
dat zo lang mogelijk. Maar dit is een voorbeeld waarbij je dus ook ziet met steunniveaus dat je hier heel goed naar moet kijken. Ik wil even meenemen nog degene die nog niet iets met het extend doet. Shame on you natuurlijk. Dan sling ik straks even een call to action button ook even in. En dan zal ik die ook voor jullie inslingeren. En, dus, maar wat is dat eigenlijk? Ja, we gaan de komende 12 maanden... even kijken hoor. Bake 300%, cake 180%, 190%. En die bake en cake, dat zijn geen graden van de oven, volgens mij, Erik. Hè? Volgens mij. Dat is gewoon een koersstijging, hè? Recent aankoopadvies. Ja, dankjewel, man. Super. Dus met andere woorden, blijf zo lang mogelijk erin zitten. Dus Jelle, ik heb even een kort voor jou de vraag. Kun jij straks even die coins in kaart brengen, dat we dat gelijk goed neerzetten? Oh ja, doe ik vast. Ja, is goed. Ja, Danuze die zegt, is een dame of een heer, Danuze? Mooie naam trouwens, The News. Maar met stake, dat bedoel eigenlijk zeggen, op Binance kun je namelijk coins wegzetten. Die kun je parkeren voor 15 dagen, 30, 60 of 90. En dan krijg je een stukje rente over. Dus, en dat heet steken. Dus niet steken met een mes, maar echt steken. Ja, echt steken in to stake, in het Engels is dat. Een dame, kijk. Mooi. Dus ja, je hebt natuurlijk altijd van die pump-and-dump schemes, dat soort dingen. Maar mij vindt het, ik vind het zelf goed om gewoon stick to the coin, stick to your system. Het mooiste is dat wij met die extend portfolio al een beetje geteerd hebben op mijn ervaring van vorig jaar. Ik sta met een portfolio 100% winst sinds vorig jaar. En dat is niet door één coin te kopen, maar gewoon een gediversifieerde portefeuille. En met Hank van Wijk heb ik dat gedaan. Dan weet je wat, we doen extend. En van februari zijn we bezig. We hebben momenteel, we hebben wel een klein jasje uitgedaan vorige week, zaterdag trouwens. En we hebben een realized profit 4000. En we hebben nu iets van, iets van 4100 bijna aan resultaten. Zeg maar 50% op de return on investment. We hebben een ROI, we hebben €5800 ingelegd. En dat loopt nog steeds als een tierenlier. En dus laat ik even een paar grafiekjes de revue laten passeren. Kijk, vorige week zagen we dus ook een behoorlijke schuiver. Hè? We zagen vorige week al de koers naar beneden schuiven. En afgelopen week weer. En zaterdag werd ik wakker. Toen zag ik groen en zei, nou, ik dacht, ik ga even slapen en dan ontbijten. Maar toen ik wakker werd, ontbeet had. Nou, toen zakte de koers echt als een plum pudding in elkaar. Hier zie je ook Ripple naar beneden gezakt. Zie je ook weer een hele mooie daling. Nou ja, mooi niet, want wij zitten er nog in. Maar we hebben wel drie vierde hebben we eruit geknikkerd al met winst. De rest laten we lopen. En dan is dit nog Binance Coin. Hebben we ook nog steeds long. Ja, dus hier zie je dus ook de kracht van het blijven zitten. En dat is wel wat ik moet zeggen. Ik ben een beetje een ADHD-gast eigenlijk wat dat betreft. Ook met traden. En ik moet op mijn handen blijven zitten. Ik heb ook een speciale stoel hier met een stoelriem. Die gaat ook niet af, dus ik blijf op mijn positie zitten. En daarom vind ik ook cool dat we enerzijds met die JNJR-portfolio bezig zijn. En we daar een mooi rendement op hebben. Omdat we ook daar zoveel mogelijk in blijven bewegen natuurlijk. En zo lang mogelijk blijven zitten. En het is ook heel mooi dat we dat ook op die manier kunnen uitdragen. Mooi voor die X10-portfolio. Het is geen buy-and-hold-portefeuille. Het is meer een buy-and-sold-portefeuille met een klein elementje. Ja, een klein stukje aan, een klein stukje van hodl en een klein stukje trading. En dat maakt ook wel zo leuk. Is dat dan wel weer een interessante grafiek voor het moment, hè? Ik zat er zelf aan het kijken. Ik kan even teruggaan die Binance. Ja. Ja. Want ik heb met Binance zelf ook wel een hold verhouding eigenlijk, omdat ik gewoon geloof ook in de coin. Maar als je kijkt naar deze grafiek, dan zie je eigenlijk toch wel een soort van een uitputting voor de, een mogelijke uitputting voor de bulls. Die dus niet boven de, eigenlijk opnieuw niet boven het 625, ja.
600 rond 625 inderdaad. Ja, ja. Maar goed, je kunt hier dus zeggen, dat hangt ook heel erg vanaf hoe je, wat voor trader je bent. Ik ken ook al een beetje wat jij zegt, weet je wel, dat je op je handen moet gaan zitten, zeg maar, omdat je handen eigenlijk jeuken om te zeggen van, nou, ik spring eruit. En het is goed dat hij dus eerst weer een low gaat opzoeken, maar je weet het natuurlijk gewoon niet. Maar als je voor de lange termijn zit, dan ga je niet met elke coin, elke 3 dagen ga je eruit en weer erin. Maar als je maar niet zou vragen, zet ze $100 op hoger lager. En dus gaat hij eerder weer naar de 600, boven de 600, of gaat hij terugvallen richting de onder de 550, dan zet ik mijn geld op dat hij eerst lager gaat. Dat denk ik. Ja. Wat denk jij? Wat ik denk, eerlijk gezegd, dat is gewoon even een gut feeling ook. Ik denk dat er nog wat shorters uit worden gesqueezed. Met andere woorden, mensen denken dat het te hoog staat. Mm-hmm. Ik ben even zeggen dat het naar beneden kan, maar ik denk niet onder 500 in instantie. Nee, ik denk eerlijk gezegd, als je naar de candleformatie kijkt van afgelopen dagen, dat is een daggrafiek namelijk, één candle is een dag, dan zie je dus nieuwe highs. En oké, de laatste van vandaag is een beetje een spike naar boven en beneden. Het is geen goede candle, maar ik heb vermoeden dat er dus een soort weerstandsniveau is gemaakt rond 600 en 625. Vermoedelijk wordt die. Mijn inschatting is dat die dan nog eerst omhoog gaat. Met andere woorden, er wordt een short squeeze tot stand gebracht bij de 600 doorbraak. Mm-hmm. Kun je makkelijk nog 100 punten omhoog. Dus mijn target zou dan zijn 700. Binnen een paar maanden. Dus geen advies of zo, maar dat is mijn inschatting. Dat klopt ook wel. Hoe wij deze play hebben gedaan, en dat is namelijk, dat weten de externers ook onder ons natuurlijk, dat wij in 3 etappes deze coin hebben gekocht in een mandje van 1000. Dit was 200, 200, 200, $600 hebben we ingezet. 1/3 hebben we uitgeknald en de andere 1/3 weer, we hebben nog 1 pluk over. En ik weet niet of ik het kan laten zien. Dat is full screen. Screen 1. Yeah, nee, niet screen 1. Dat is dat zijn we zelf. Dat is niet de bedoeling. Full screen, screen 2. Dat is hem. Als het goed is, zien we nou een grafiek. Of wat is een tabel? Klopt, hè? Ik zie nog niks, Howard. Wij zien nog steeds een grafiek van net. Even kijken, stop sharing. Ik heb hier in van zien ook de extend portfolio, of niet? Nee, ik zie alleen gewoon die van net, de grafiek van net, zie ik nog steeds van de Binance coin. Kan eventueel een lag in zitten, maar even kijken wat iemand anders zegt. Even kijken. Nee. Nee, we zien allemaal de BNB-grafiek nog. BNB-grafiek, hoe kan dat dan, joh? Wat een kloot systeem is dat, joh. Altijd gekloot met die dingen. Met die settings. Ja, er zaten echt IT'ers, hè. Met Google Chrome werkt alles. Op een gegeven moment werkt niks meer. Dan hebben ze een zogenaamde upgrade gedaan. Dan wordt alles beter. Maar het wordt altijd slechter. Dus, ja, niet zo chagrijnig. Nee, ik ben chagrijnig. Want dat is, ik kan mijn headset niet gebruiken. En de screen sharing. Misschien doen ze het wel. Oh, daar gaan we. Ja, nu gebeurt er wat, hopelijk. Kun je dan ook wel met zoveel mensen zitten? Want er zitten inmiddels op 78 man, dus dat is misschien een beetje veel voor Zoom. 78, ja precies. Ja. Ik weet niet, ja, dan zegt iemand namelijk dat we Zoom kunnen gebruiken, maar volgens mij werkt dat niet met zoveel mensen. Jawel, ik heb 100, maar wat het punt is met Zoom, is het zo dat jullie geen mooie reminders krijgen, dat soort dingen. Dus dat is, wat ik ga doen. Kijk, wat ik ga doen is even schermen selecteren. Hop. Ja, maar daar komt hij aan, denk ik. We gaan nu iets te zien krijgen. Ja, mooi is. We zien het. Klopt dat? Ja. Kijk, het resultaat is hoger trouwens, want ik heb 4200 nu. Maar het gaat erom dat ik in die extend, hebben we dus een aantal posities waaronder BNB. Die hebben wij namelijk nog steeds in het portfolio. En het is ook niet zo dat alles wat we aanraken in goud verandert. Natuurlijk zou het wel mooi zijn, maar het is niet altijd zo natuurlijk. En
Maar dat wij, even kijken hoor, dat is B&B. We hebben 230, moet je nagaan. We hebben €200 ingeknald. €230 winst. En dat betekent 100, meer dan 100% winst. En als ik naar de close positions kijk, dan zien wij dat de BNB, Binance Coin, daar hebben we een pluk uit gegooid, $240 of euro winst zelfs. En onderin ook een Binance Coin hebben we eruit geknald. Dat is met 122. Dus we hebben iedere keer ja, met mooie winsten uitgehaald. Maar je moet namelijk toch in de race blijven. Dus met andere woorden, hou altijd een deel aan. Nou, dit is mijn target. Hè. Ik heb een mooi target gemaakt. Ik moet op 1,5 moet ik op 4400 aan winst staan. Resultaat. Dus de lat ligt hoog. En ik wil even een prelude maken. Een inleidingje. Voor onze JR-portfolio. Dan gaan we zo naar het hoogtepunt natuurlijk. Dat is hier. Dat is nu aan inladen. Wij hebben namelijk de gele coins. Die zijn van ons, Jelle. Ah, en daaronder. Ja. Zie jij Beek. Zie je dat? In het midden zie je Beek. Zie je dat? Hadden wij. En die gaat als een trein. We hebben voor ons portfolio meer dan $200 winst trouwens. Wat verdorie. Dus dat is... Ja. En degene die de groepsbokaal gaat winnen, die gaat daar dus 20% van krijgen al. Oeh, dat is al veel. Ja. Geen bonus-malus in principe, hè? Nee, als het min wordt, dan hoeven ze niet te betalen. Maar het gaat dus het gaat goed. Ik heb overigens de coins... we hebben al een aantal coins genoemd. Als je nog wie nog wil, dan kun je roepen. Ja, ik ga even mijn, camera uitzetten. Ja. Een momentje. Dan ga ik... Dadelijk een beetje aanzetten ook. Als jij bezig bent met de dingen, maar dan niet... Niet in het water lezen. Nou, even kijken. Dan gaan we even die... Ik zie nog een survey. Even voor Peter, alleen de eerste die hem coin noemt, die krijgt dan de punten. Dus Ada noemen heeft niet zoveel zin meer, want die heeft Richard Corving net voor jou genoemd. Ja, had je waarschijnlijk nog niet gezien. dus dan moet je... Ja, allemaal... herkansing, ja. In een herkansing. Dus, in een herkansing. Even kijken. Moet ik al coins gaan roepen, Jan-Robert? Even kijken, ja, sling hem eentje in. We hebben Beek. Ja. Als eerste, dan AST. Ja. Airswap is dat, ja. Ja, BTC, gouden ouwe. De Bitcoin. Ja, de Bitcoin. BAR. BAR? Ja, bar is dat, een bar, ja. De Bifi, B-I-F-I. Die heb ik ook gehad, Bifi. Dat is geen worstje trouwens, we hebben nog steeds een portfolio volgens mij. De Wave. DeFi, ja, dat is een DeFi coin. Wat zeg je? De Wave. Wave, ja, die ging ook als een dollar volgens mij. Ja. SXP. Is SXP. Ook. Of had ik ook, ja. Vite. V-I-T-E. Ja. Cake. Cake. Cake en Bake, ja. Cake, Ada. Ada, ja. RSR. SR, ja. Sol. Hoe? Sol, S-O-L. Oh, Sol, die komt vaker naar voren. Ja, klopt. Sol, ja. VET. V-E-T. V-Chain. Ja. En dan zie ik nog Anker. Dus A-N-K-R. Ja, Anker. Peter Dictus komt dan nog maar terug met de TRX. ja. En dan doen we nog... Audio, en dan zijn we denk ik klaar. Audio, even goed checken. Ja, daar roepen nog wel mensen nog wat kort. Hoeveel hebben we er nu? Wacht even. 2, 4, 6, 16. 10, 12, 14, 16. Ja, ik heb er nog een paar. Moet ik nog een paar opnoemen? Dat is, ja. Even kijken. 16, dan kan ik nog 3 doen, denk ik. Lina heb ik dan nog. Lina. Stoortje. Even kijken, Lira is dat?
Lina, L-I-N-A. Lina, ja. 4chain, dus Rune. En H-bar. H-bar. En is een andere dan bar? Ja, ik moet ik even kijken, want ik dat, weet ik eigenlijk niet of dat een ander is. Moet ik even opzoeken snel? Bar en Boos. Ja, bar die kent, dat is die hashgraph is dat. De hashgraph, maar bar alleen, die, moet ik even zeggen dat ik die niet... Oh, dat is Barcelona token. Oh, oké. Okay. Oh, ja, tuurlijk. Nee, die zet ik er niet bij, die haal ik weg. Ik maak de ATM van, Atletico. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Dat is vals spelen. Nee. Even kijken. Nee, oké, dat is nummer 4. Dan heeft hij geluk gehad. Ja, een sneaky streekje. Wat? 19. Kunnen we nog eentje erbij verplemd of niet? Volgens mij kwam nog iemand aan die... even kijken hoor. Spijtpand. Ja, de camera's even uitgezet. Die gaan we weer aanzetten zo. Iemand zegt hier hoor, maar volgens mij is daar geen... Volgens mij is dat geen coin. Volgens mij is dat meer een state of mind. Ik zit even te kijken. Ja, anders doe jouw coin eventjes. Jouw Atletico coin. Nee, wat voor de... Nee, dat doe ik niet. Maar ik had ook gisteren toch een coin genoemd, of niet? Wordt die nog een SRK genoemd door Patrick? Doe je dan. Patrick, je hebt geluk, maestro. Dus SRK. Oké. En dan zet jij hem even op dan, de poll. De poll zet ik nu, even kijken, finish. En dan save. De snollebolletjes aan, want dat is... Snollebolletjes. Ja, gaat ie. Oké. Okay. Ja. Het is toch niet hetzelfde waterleven, moet ik zeggen. Maar... Nee. Oké, daar gaan we, Jelle. Oké, ik zal het. Welkom in de feesttent, doe me lekker af. Het is een wonderzolder waar je dag gaat. Beetje tempo erin houden, een beetje. Dat is wel erg gewoon. Allemaal de linkste rechtste tent die wordt gevuld. Allemaal de linkste rechtste tent die wordt gevuld. Zullen jullie daar echt leuk mee laten nemen? Nog een keer. Alex. We hebben 28%. En even voten. Nou, oké, we gaan even inspirerende muziek. Doe even de stem. 35%. Dus op de 35% komen we gaan kijken. Ik pak vast de cijfers erbij. Blijf de glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden. De bakjes zijn te vol. Ik kan bijna niet nadenken. 44%. Allemaal de linkste rechtste tent die wordt verloot. Allemaal de linkste rechtste tent die wordt verloot. Alex! 70%. Ja, 70% gaat hard, jongens. Dit is... Ja, super. Want dit is wel een hele leefscherm, is het natuurlijk. Leven is al zo serieus genoeg, joh. Maar die zegt, mag ook stemmen voor de muziek? Ja, voor mij betreft wel. Ja, je mag ook stemmen voor de muziek. Ja, ik ga het een beetje glazen vullen, jongens. 53%. 50%. Dit is echt misschien wel het slechtste lied dat ik ooit gehoord heb. Het is echt, it's pretty close. 56%. Misschien iets van de Carpenters, dat het nog erger was. Dat is wel behoorlijk erg. Frustrerend defibrillator of nee, want god Londen, dankjewel Jelle. 56%. 56%. Nou, we doen volgende keer doen we iets anders. Mogen jullie met muziek komen? Ik vind het prima. Ja, zie, maar ik kan wel iets anders zoeken dan Indische Waterlees, maar, het... Ja, het is oudbollig, joh. Het is 59%. Het is niet oudbollig, en het is tijdloos. Tijdloos, ja. Tijdloos. Even kijken, 60%, even kijken. Tel je weer af, 10, 9, 8, 7?
Beethoven of zo? Of... Oké, okay, dan gaat 8, 7, Tchaikovsky, 5, Mozart, 2. Een beetje Bach misschien. Hapie en Hapie, ook een klassieker. Hapie en Hapie. Eigenlijk is Mozart. En dan net daarnaast een Hapie en Hapie. Oké. Hij is klaar. Share results, even kijken hoor. Ja, ga kijken naar de results. 40%. Waar gaan we op uitkomen? Wie heeft er gewonnen? Ik zie hier 8%. 8%. De SXP heeft 8%, die heeft gewonnen volgens mij, of niet? Ja. SXP is het geworden. Ja, SXP. En hier moet ik even kijken. Die zit ergens op het eind. Nee, die zit echt in het begin. Moet ik even kijken. Dat was... K3 zegt Peter. Even kijken. Wie heeft SXP? C. Nee, ik heb hem zo gevonden. Hier, SXP. Thieu. Thieu en... Hey, kijk! Hadden we gevonden. Thieu. Toch of niet? Hadden we dat Thierry als het gewonnen? Ja. Nee. Dus Thieu, die komt nu binnen met 10 punten. Thieu. Thieu, wat goed. Thieu en met, heeft 10 punten. Ja. En dan hebben we, wat zijn dan de nummer 2 en 3 moeten we nog hebben? Nummer 2 ja, is Sol en Vet zie ik. Sol en Vet, 5%. Ja, maar Wave heeft toch... Wave heeft 7%, zie ik. 7%, dus dat... en dan is Wave 2. Ja. Wave 2, en dat was... Die zit ergens... Die zit vlak na die. Even kijken hoor. Ik had even een lijstje gemaakt. Nou, even kijken. Damn it. Vite? Nee, die is er al geweest, de Wave. Even kijken. Bijna. Wat was dat? Wave? Ja, Wave. Oh, die zit net. Wave. Nee, heb ik hem bijna. Wave. Brusic. Hey, Bernard. BB. Double B. Ja. En nee, dat heeft hij een Wave? Die had de Wave als eerste genoemd. Dus die krijgt 5 punten erbij. Die had al 5 punten namelijk. Dus die heeft nu ook 10 punten. En Jarno, die is dan steeds koploper of niet? Ja, zo, dat is de tussenstand dan, zeg maar. We hebben nu nog 1 coin. Dat was dan nummer 3. Wie is dat dan? Even kijken. Ja, dat is het probleem, want er zijn 2 van 5%, zie ik, of niet? Is dat zo? Vet is 5% en Sol is 5%. Ja, wat doen we dan? Ja, die moeten gewoon splitten, denk ik. Of de eerste. Anderhalf punt per persoon. Dan heb je ook doe maar. Anderhalf punt, oké. Okay, dat is dan, wie zijn dat dan? Sol, wat was, dus even kijken, Sol en Vet. Nou. Zit gelukkig naast elkaar, dus dat komt goed uit. Want ik moet dat lijstje even aflopen. Bijna klaar. Dodo. Ja, Dodo. Ik zag dat Dodo op... kon je 37% rente op krijgen op Binance om te steken. Even voor de swing trading. Maar goed, wat ik even ga doen... wacht even, Nathalie en Hans. Oké. Hans de Bruin en Nathalie Dingen. Die krijgen al 1,5 punt. En dan willen jullie natuurlijk de tussenstand horen. Ja. Dan pakken we Sol hebben we de vorige week gekocht als split, dus VeChain die pakken we dan. VeChain. We gaan die handpunten volgens mij, toch? Nee, toch niet. Oké. En Hans de Bruin. Gooi ze maar in het vet, zou ik zeggen. Oké, dus en dan worden zien nou ook mijn scherm trouwens, of niet? Nu zien we het. Kijk, wat gaaf is, we hebben 259,5 winst. Wij hebben 251 winst en de deelnemers 787. Nu doen we ook niet flauw, we zeggen ook 20% van de totale winst doen we. En dan komt u door dat bakery swap, staan we fucking $300 winst, hè, gewoon.
Zie je dat? Ja, dat is een lekkere... Dat is een lekkere goede. Is dat? Bam. Nou, wat ik voorstel... ik wil trouwens even een leuke coin doen. En eigenlijk een beetje een voorzetje van... volgens mij is dat Ruud. Ik weet niet of Ruud de Schuur ook aanwezig is. Die had audio een keer naar voren geschoven. Ja. En ik vind audio, die heb ik ook gekocht voor de swing trading. Vind ik wel een mooie op zich. Audio. Ook. Even kijken. Dus ja, SXP gaan we dan liften. Ja. Op, hè? Ja, wat zijn nou? Ja, audio dus en? Ja, en SXP die was nummer 1, hè? Ja, SXP was nummer 1. En dan... Ja, en dan even dus de tussenstand voor de groepspokaal is dus Jarno Leenders bovenaan met 25 punten. K.O. Ja. met 20 punten. En Gert-Jan Pfaff met 10 punten. Ja, en dan komt de hele rit Oost met 10 punten. Want dan hebben we er nog meer. Dus het Corvin, Jode Bakker, Ruud Mustert en Thieu en hebben alle en Bernard Brusic hebben allemaal 10 punten. En dan is een groep van 5 punten. En dan gaan we verder naar beneden. Maar ja, iedereen moet nog winnen, want we zitten hier maar een paar keer goed te doen. En dan... dan kun je Jarno naar de kroon steken. Mooi. Okay. Hey, je moet even wat doen, dus euro naar de USDT slinger ik dan via een conversie. Die heb ik al gedaan. Dat betekent dus, dat heb ik gedaan. Dus het enige wat ik hoef te doen is SXP op te zoeken. Mm-hmm. En even kijken of dat in USDT is gelinkt, gekoppeld. Zo ja, dan is het mooi natuurlijk. Dan slinger ik die gelijk in de groep. En dat is bij Binance. Search. Hadden we niet, wat jij en ik hadden gisteren even over. Is niet een idee om volgende week iets te vertellen over leveraged tokens? Bij Binance. Ja, kijk, het punt is dat ik waar nu tegenaan loop, dus ook voor de deelnemers van Extend, dat wij namelijk alleen long-only zitten. Dus ik zat te kijken om... kijken naar een hedge, dat we bijvoorbeeld kunnen kijken naar Binance Leverage Tokens, VLT's volgens mij, ja. Heette die, en waarbij je dus een beperkte inleg hebt, geen extra risico als je short zit, maar dat je wel neergaande bewegingen mee kan pakken. Mm-hmm. Dus daar zit ik sterk aan te denken om die gewoon erin te knallen, zeker uit oogpunt van risicospreiding. En dus, maar dat is ook voor ons elite traders, ook voor volgende week een topic. Ik slinger eerst even die SXP erin, bij de spot, $100. Zo, 100, oh, dat is niet goed. Totaal, moet ik hieronder neerzetten, excuses. Even de markt is makkelijker, toch? Die is weer teruggeflipt, zie ik. Ja. Kijk deze, trade history. Oké, dus niet dat hij daar in zit. Oeh, nou is je geluid slecht. Zeg je? Je geluid was even heel slecht. Het was net of een oude man in een kopje thee aan het praten was. Ja, klopt. Ja. Klopt. Nee. Oké. Ja, dus, maar misschien volgende week, ja, is het een idee om daar wat uitleg over te geven? Over de leverage tokens, want dat is wel iets waar mensen misschien wel wat mee kunnen. Ik denk het wel, klopt. Ja. Goed idee. Lukt het? Ja? Nou, waarom niet? Dus, even kijken hoor. Dat is een of ander probleem, denk ik. Even kijken hoor. Ik gooi hem straks van in het vet. Even kijken, want... Er was weinig saldo, Robert. Je had niet genoeg tether om het te kopen. Ja, maar dat kan niet, want ik heb toch net de conversie gedaan voor $200. Dat snap ik niet. Ja, dat snap ik eigenlijk ook niet. Nou, komt goed. Ja, komt goed. Oké. Ja. Want ik heb het idee dat ClickMeeting die trekt heel veel bandbreedte. Met Zoom heb ik dat minder. Anders doen we dat straks. Maakt niet zo uit. Is goed, ja. Maar het gaat even om dat we dus kijken naar die... ik doe even naar de JJR portfolio. Die zet ik hieronder. Mm-hmm. Daar heb ik ook een mooi lijstje van gemaakt, JJR. Even de grafieks
of graphics ervoor inslingeren. Wat ik altijd irritant vind, dan heb je een heel overzicht, een future chart moet je aanklikken, dan ga je weer naar een andere pagina, zie ik. Ja. Heel onhandig naar Trading View, maar dat doen ze natuurlijk expres. Dus, oké. Oké. Ja. Kijk. Ik ook niet, Erik. Ja, precies. Nou goed, Beek hebben we al gehad, hè. Dan Cardano heb ik nog steeds. BNB hebben we al over gehad. BTG hebben we ook al gekocht, hè, met de groep. Ja. Dat is niet onze. Chillers hebben wij zelf ook gelift, hè. Dan zie je dat hij ook een beetje rond blijft hangen. Fun. Hebben we ook niet echt veel fun van gekregen, zie ik. Dat nog niet, nee. Doet nog niet heel veel. Hot. Is hij hot of not? Nee, redelijk. One. Een TVK. Ja, dat is een beetje een... toch een ding voor een lang adem. Dus SXP, die slinger ik erin. Die ga ik straks kopen. Ja. Tether US. En audio. Audio, die slingen we erin. Lots of lots. Oké. Okay. Nou, SXP. Degene die dat heeft gedaan, deze pick. Ja, wat is de achterliggende gedachte hiervan om die naar voren te schuiven? Ben ik gewoon benieuwd naar. Mm-hmm. Ja, ik weet even niet, wie heeft de pick gedaan? Wie heeft de SXP gezegd? Ja, nou houdt iedereen zijn mond dicht. Ja, dat durft niet meer, hè? Nee, dat was Tjeu. Die had SXP naar voren geschoven, denk ik. Ja, want die, ja, het is waar, want die heeft gewonnen. Ja. Ik denk tussen fiat en crypto. Ja, oké. Nou ja, als ik kijk naar de... Het is audio trouwens. Ik wou zeggen, als ik kijk... Het is audio. Nee, maar de grafiek die ziet er ja, steady uit. Ziet er goed uit, absoluut. Mm-hmm. Een mooie uptrend. Dus niks mis mee. Ja, klopt. Nou ja. We gaan meemaken, dames en heren. En audio is voor jou, voor de muzikanten. Ben jij ook een muzikant, Ruud? Klopt dat een beetje, of niet? Ja, is Ruud een beetje muzikant, of... Ik vond het wel een interessante coin, audio. Oh, mijn dochter. En heeft zij dan zelf ook qua... Oh, nee, niet. Deze is niet nodig natuurlijk. Dan ga ik op deze close doen. Q&A-sessie. In een andere Q&A-sessie die komt erin. Maar goed, maakt niet uit. Oké. Okay. Oh, deze is Q&A-disabled. En wat doet jouw dochter dan? Heeft zij... geeft ze ook echt concerten? Heeft ze ook gestreamd bij Willem-Alexander misschien? Dat kan natuurlijk ook, hè? Als streamer. Ik zie allemaal namen voor muziek langskomen. Ja. Ik ben benieuwd of zo'n audio dan ook van de grond komt, dit protocol. Dus dat is wel interessant natuurlijk om te kijken. Dat geldt ook voor heel veel van deze coins, dat allerlei best wel interessante disruptive initiatieven zijn. Ja. Ja, of het dan ook echt gaat uitpakken, dat is natuurlijk dat blijft afwachten. Maar audio ligt wel een coin met een idee met potentie. Ja. Oh, is hij weer met hem in gesprek? Want ik kan nauwelijks horen. Nee, ik zeg niks. Dat was een Maxim, die ligt eruit. Op een of andere manier. Oké. Zal ik het muziek... De dingen de inslinger en deze keer maar weer gewoon de dingen? Ja, misschien nog dat er nog nieuwe andere vragen zijn. Dus ik zou zeggen van, ik heb ook even een soort call to action ingezet bovenin. Als het goed is zie je er nu bovenin verschijnen. Dus als je nog wat vragen hebt, feel free om die nu nog te tackelen. Dan gaan we die nog pareren, zeg maar, uitleggen. En Jelle, bedankt natuurlijk bij deze alvast voor je deelname, althans voor de presentatie. En misschien pak jij die leverage tokens op, of moet ik dat doen, Jelle? Ik zal eens induiken, we kunnen het eigenlijk nog even over hebben, maar ik zal eens even induiken, en dan, want dan kunnen we in ieder geval daar volgende week wat aandacht aan besteden. En hoe het precies zit. Het kan interessant zijn om te hedgen. Iedereen heeft gewoon gezien de afgelopen tijd hoe volatiliteit is soms heel hoog. Op de markt. En je kunt ook gewoon zeggen van ik blijf gewoon zitten en ik,
ik zie wat er gebeurt. En daar is verder niks mis mee. Maar als je zegt van ik wil onder bepaalde omstandigheden toch wel een beetje ingedekt zijn. Dan lijkt het een interessante mogelijkheid. Ik ben er nog zelf niet genoeg ingedoken. Dus ik moet echt even kijken naar hoe het precies zit. En of je dat doet. Maar dat was toch een beetje de initiële gedachte. Dat, dat zei jij gisteren ook tegen mij. Van, dat je dat kunt gebruiken als een hedgingstrategie. Dus dat, ja, het is denk ik het waard om naar te kijken. Ja, absoluut. Absoluut. Nou, wat ik nog mee wil geven, inderdaad, de coins. We hebben vorige week een beetje een shake-out gehad. Dus voor nieuwe trades. Ik denk dat ik sowieso. We hebben net ook een nieuwe coins gekocht deze afgelopen dagen. Voor het budget, zeg maar, wil ik een deel nog één of twee coins kopen voor gewoon long. En anderzijds wil ik ook een stukje, een soort een hedge inbouwen. Alleen die hedge moet ik nog kijken of ik dat erin kan zetten. Of hoe ik er goed mee krijg. En daar wil ik ook niet meer dan 100 euro bijvoorbeeld inzetten. Maar ja, het is wel mooi als je dan 100 euro inlegt en dat gaat naar beneden met een coin. Dat je daar winst op neemt. En binnenkort weer nieuwe coins uiteraard, Erik. En heb ik ook nog een opmerking van Danuse. Okay. Die zegt ook, kun je... kun je gewoon steken? Moet je een apart toestemming voor geven als je die koopt? Of kan je die kopen zonder gesteekt te worden? Nou, ik weet niet of jij ook Binance hebt, Danuse, maar dat is in ieder geval stap 1 om dat te doen. Dus ik weet niet of Jalle daar een link van heeft. Ik zou daar even een... ga gewoon naar Binance. Want daar kun je dan de coin kopen. En dan moet je... de kraken, daar heb ik geen goede ervaring mee. Binance is gewoon by far de best. Omdat je daar namelijk ook heel veel mogelijkheden hebt om te steken. En ik kijk of ik dat zo snel kan vinden dan tot slot. Je hoeft natuurlijk niet, nooit verplicht te worden tot steken. Je kunt gewoon en gewoon je portefeuille doen en er gebeurt helemaal niks. Maar als je via Binance Earn, daar heb ik ook, daarmee ook dat artikeltje eventjes, die link naar het artikel. Kun je, er is een aparte sectie eigenlijk binnen Binance, dat heet Binance Earn. En een van de onderdelen daarvan is staking. En daar kun je dus voor kiezen om voor een bepaalde tijd je coins vast te zetten. Dat gaat geloof ik 15, 30 en 60 dagen. Dat staking, dat werkt alleen voor coins die proof of stake zijn. As opposed to proof of work coins zoals Bitcoin. Proof of stake coins werken niet met mining, of in ieder geval niet per se. Die werken niet met mining in die zin. Die werken met alle coins tezamen valideren transacties, maar daar moeten die coins dan wel gesteekt zijn. Dus anders werkt dat niet. En dus krijg je daarvoor betaald. Dus je zou kunnen zeggen, is niet helemaal correct, maar je zou kunnen zeggen dat als je een coin steekt, als je een proof of stake coin steekt, dan ben je ook een beetje aan het minen. En wat je gebruikt jouw coins dan om mee te doen aan het validatieproces. Nieuwe coins worden dan gecreëerd willekeurig. Worden willekeurig verstrekt aan degene die meedoen aan het steken. En daarom zitten al die stakers ook in een pool. Zodat je dat dus dan weer tezamen met elkaar deelt. En zo verdien je dus je rendement. Nou, die rendementen die verschillen enorm. Dat kan zijn van 7-8%, wat overigens nog aardig veel is natuurlijk wel, hè? Maar tot 30-40, meer dan 50% zelfs dus. Mensen, dat zag ik gisteren bij Dodo, die dus ineens met 57% op jaarbasis aan rente kwamen. Ja, dat was dan alleen maar voor een periode van 15 dagen. Dus je krijgt dan niet echt 50% over je totale coins, want het is dus 50% op jaarbasis. Maar goed, als jij 15 dagen lang iets vast kan zetten voor 50% op jaarbasis, dan tikt het ook aardig aan. En dat kun je overigens ook meteen zien. Als jij een coin gaat steken, dan kun je precies zien, afhankelijk van hoeveel coins je steekt, kijk, Binance opent dan een soort schermpje, en dan kun je precies zien, van als je 100 coins steekt, dan krijg je met die 15 dagen en die rente, krijg je dit bedrag aan, dit aantal aan coins. Want je wordt gewoon uitbetaald in coins. Dus ja, zie je ook het scherm, of niet? Als voelde je wel, hè? We zien jouw scherm van met de coins die je gesteekt hebt. Nee. Dat zijn gewoon mijn balance. Maar dat zie ik voor iedereen die Binance heeft.
Dan kun je zeggen, nou, aan de rechterkant zie je buy deposit, withdraw, trade, earn. Nou, als je zegt, ik wil niet trade, maar ik wil met earn, betekent dus dat het stakeable is. Dus met andere woorden, ik heb nog 6,29 en een beetje. Lock staking, klik je erop. En dan wat Jelle net uitlegde, dan kun je namelijk ook ook nog op gaan steken. Als het goed is, komt daar de coin naar voren. Kijk, dan ga ik even kijken of ik die kan vinden zo snel. En ja, het zijn gewoon plankleggers, hè, die coins. Of je laat ze liggen en je doet er niks mee. Of je doet er wel wat mee. Met andere woorden, ik vind het wel cool om die Bake en Cake. Kijk, Bake. Had ik net Bake? Voor mij Bake, hè, was dat. Stake now, 10 heb ik nodig. En even kijken, product is sold out, zag ik net. Bake, ik heb hem niet. Dan is dat Cake. Even als je dan dan kun je mooi laten zien. Kijk, hier zo. Waar dat ja, maar ik moet coins hebben. Dus ik heb 6,29 coins. Kun je kiezen dus uit 30 dagen, 60 en 90. Nou, de 90 en 60 zijn sold out. Nou, op 30 dagen moet je bij enter amount moet je gewoon maximum erin slingeren, bijvoorbeeld. Dan kun je dus daarna... Dan zie je dus dat APY, annualized percentage yield... dan zie je dus dat estimated interest is 0,098,11874 cake, dat dat is. Zeg maar ongeveer 0,1 cake, bijna. Dus dat is tegen de huidige kosten is dat 40 cent. Zeg je, nou, dat is ook niet veel. Maar je moet je wel realiseren, je hebt er ook maar 6,3, stop je er maar in. Dat is tegen de huidige koers ook maar iets van $25. En dus krijg je 40 cent rente in 2 weken tijd over $25. Dat is ongeveer wat je waarschijnlijk krijgt als je $50.000 bij de Rabobank een heel jaar lang zet. Ja, ook 40 cent. Dan moet je, rente betalen. Nee, $256 is het waard, zeg maar. $256. Dat is iets meer. Maar zo ben ik dus een beetje als een soort struikrover een beetje aan het kijken. Of ik nog ergens yield kan halen. En alles draait om yield natuurlijk. Hè. Daar hebben we ook allemaal dingen in zitten. Ja, het is een hele waslijst, maar het leuke is... Ik zie trouwens dat ik door mijn Earn Wallet ben heen gelopen. Want er zijn heel veel coins vrijgekomen. Dus ik moet als een gek weer gaan steken. Maar dit is leuk. Passive income genereren. En dat is ook waar het om draait. Dus enerzijds speculatie en anderzijds passive income. Precies. Laten we eens kijken naar de... Ik had het anders moeten doen, denk ik. Want lock staking, wat ik hier dan in portfolio heb, zijn niet zo heel veel dingen meer, helaas. Dus ga ik kijken bij lockstaking wat we nog hebben lopen. Nou, kijken. Nou, heel weinig, hè. We hebben nog Bifi hebben nog lopen. Dodo, Sol. Nou, kijk, percentage van 34,48%. 30 dagen. Dan zie je dat Bifi en Dodo, die vliegen er zo uit. Want de 30 dagen, die worden nu geredeemd eigenlijk. Ja, en het mooiste is, voor degene die al aan het steken is, of wil gaan steken, ga eens kijken naar de earn history. En hier wordt het misschien een beetje gecompliceerd, omdat je bij Binance heel verschillende modellen hebt. En aan de linkerkant heb je namelijk subscription. Onder de linkerkant krijg je dus ook een overzicht wat je rente is per coin. En dan zie je hieronder lock staking history. Lock staking. En dan staat het bij interest, volgens mij. En dit is hartstikke cool. Dat bij interest zie je dus een hele trits elke dag wat coins bijgeschreven. Dus zonder dat je dat weet. Dus iedereen die zegt van ja, crypto's is gevaarlijk, crypto's is moeilijk. Nou, ik kan nooit zo makkelijk geld verdienen, eerlijk gezegd, Jelle. Nee, ik weet niet wat je denkt, hè? Nee, je blijft gewoon aantikken. Het blijft gewoon accumuleren. Kijk. Kijk, een dag en nacht, hè? En dan kun je bij, ik zag ook bij boven een ton moet je geld wegbrengen bij Rabo en bij ING, weet van wat. En kijk, ja, allemaal. Even, de staking benefits, zeg maar, wat je verdient, dat wordt bijgeschreven in je, in je lopende portefeuille. Dus daar kun je wel aankomen. Jouw Cardano-staking opbrengsten, die worden gewoon op jouw lopende Cardano-portefeuille bijgeschreven.
Ja, alleen het punt is, hè, ik heb nog nooit echt geredeemd, want ik heb gewoon een allergie voor redeemen. Maar als je dan voortijdig redeemt, hè, de rente die ik hier heb ontvangen, worden die dan weer van de rekening onttrokken, Jelle, weet jij dat? Dat je de rente die je hebt gehad, dat je die mist. Ja, als je dus eerder redeemt, dan moet je er inderdaad voor betalen. Maar ik zal je eerlijk zeggen, ik weet ook niet precies of ze nou wat ze er nou precies van inhouden. Ik heb dat. Ik weet alleen dat het rente kost. Maar of ze nou ook alles pakken, dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Dat zou ik eigenlijk, maar ja, ik ben niet in de gewoonte zelf om dingen die ik heb, die ik steek, om die eerder eruit te halen. Maar ja, KO zegt wel, kijk, er is een soort boete. Ik weet wel zeker dat je die krijgt. Je krijgt maar ja, hoe... En Ruud geeft dan een goede opmerking inderdaad bij flexstaking, dat je een hoge rente krijgt bij je stablecoins of zo. Dan krijg je hoger bij de bank inderdaad, Ruud. En bij USDT is dat zelfs 5,8%. Absoluut. En Erik zegt, bij fixed staking zegt hij dat je dan alles terug moet betalen. Het zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Ik ben wel trots op jullie, want jullie zitten goed in de cijfers. 3,2% en ja, echt mooi. En inderdaad, dag Jood, tot maandag sowieso. Erik Ruben die zegt ook inderdaad, het probleem is als je dus aan het fixed staking doet, dan kun je geen winst nemen. Nou, voor mij is dat gewoon een voordeel, anders neemt het te vroeg winst. Maar dat is inderdaad wel zo, doe er wel met coins, waar je gewoon wel fiducie in hebt, dat je die ook niet binnen een dag moet willen verkopen. Dus dat is het punt inderdaad. Ja. Oké. Volgende week dus, leverage tokens. Leverage tokens. Richard, weet niet, doe jij met die X-team portfolio mee? Want er zijn zoveel deelnemers al inmiddels. Want speciaal voor onze externers gaan we volgende week woensdag aandacht schenken aan een app. En die gaan we dan behandelen, want dan kun je dus Binance en koppelen, meen ik. Mark heeft het uitgezocht. En die kun je dan linken aan die app. En dan kun je ook automatisch die coins door laten geven, zeg maar. Dan weet je precies wat je aan de belastingdienst moet geven. Ik moet even eerlijk zeggen, over belasting. Ik denk niet dat Binance een actieve plicht heeft tot het aanleveren van informatie. Maar ik zou zeggen, geef gewoon al die coins op bij de Belastingdienst. Want je lacht je bal uit je broek, omdat je de koerswinst die je hebt, hoef je maar een minimaal bedrag aan, nog een paar honderd euro aan winst te behalen. Dus daar zou ik helemaal niet over druk maken. Dus alles gewoon netjes aangeven. En dan moet je op de waarde van 1 januari. En KO heeft het waarschijnlijk wel goed uitgezocht. Ik meen dat je als je een ton aan coins hebt, misschien dat je maar 300, 400, 500 euro aan winstbelasting moet betalen. Dus dat doe ik zeker. Ja. Erik vraagt, ik werk niet met CVM aandeel, met bots. Nee, dat doe ik niet. Ik heb trouwens slechte ervaring met CVM. 700 euro heb ik toen verloren, omdat ik een short zat in calls. Was ik minder gelukkig mee. Maar met bots doe ik niet met CVM, nee. Maar goed, dat is een andere voorstelling. Maar overigens, Jelle, Erik, die is onze wiskundige onder ons. Dus die is heel scherp met cijfers. Handig. Ja, we hebben ook een principe, hè. Van meten is weten en gissen is missen. Of niet? Eugenicus, kijk. Ja. Maar ja, die zijn altijd heel precies. Want de best de goede. Anders als je zegt, je doet maar wat, dan komt het niet goed, denk ik. Nee, maar die Rosette zegt, voor de X10 heeft hij 17,49% rendement qua staking behaald. Oké. Okay. Dankjewel Niels voor je toevoeging. ik denk dat we zo door de tijd heen. Trouwens. Ja. Het voordeel is dat de avondklok eraf is, maar het nadeel is dat terras tot 6 uur open is. Dus ik moet gewoon weer terug naar moeder de vrouw. Hè? Ja. The Lord give it and the Lord take it away. Ja. Is goed. Jens, Miquel, tot de volgende keer. Bedankt voor de deelname weer natuurlijk. Iedereen, Kou die denkt met ons mee inderdaad. Wim, dankjewel voor je deelname. Tot de volgende keer.
Sander. Tot de volgende keer. Dag Marie. Volgende week dus. Leverage. Tot de volgende keer, Ruud. Speciaal voor jullie. De waterlilies. Ook beter dan de snorrebol. Ik zit. Ik wil even. Ciao. Bedankt. Dat zijn het ook vinden. Jullie vinden het ook, weet ik zeker. Fijne avond. Dag Douwe. Tot de volgende keer. Goedemorgen. Ciao. Dag Christophe. Dag je ook. Dag Erik. Ik word zelf altijd heel opgehoord. Cool. Ciao, ciao. Hey, je gaat even lekker. En nou zou ik wel een lekker biertje willen. Ik ben in een koelkast, maar ik moet rijden. Dus dat gaat voor mij niet worden. De koelkast is erg ver. 25 mei, hè? Ik kom je opwachten. Ik kom je opwachten op Schiphol, 25 mei. Ja, is goed, jongen. Tot ziens. Hey, jongens. Doei. Synchroon, ja. Ik ben geen goede danser, wat dat betreft. Synchroon dansen. Hey, zo. Dan doe jij maar die kast dan. Ja. Ik wil het net doen. Nog aan de kant doen. Dat gaat niet worden. Dat gaat niet worden, nee. We kunnen beter gaan handelen. Ik spreek jullie later, hè. Ciao, ciao. Ik ben nog helemaal in de war. Tot ziens.